Beste kijkers, welkom bij een nieuwe aflevering van de lokale Omroep Stijn. De dodenherdenking bij het Kaplaan-Beriks-monument in Stijn was dit jaar erg bijzonder. Bij het monument was het eindpunt van de Kaplaan-Beriks Memorial Run, een tocht over 420 kilometer, van Bergen-Belsen naar Stijn. Enkele honderden mensen waren aanwezig bij de sfeervolle herdenking waarvan onze cameraman de volgende reportage maakte. Dames en heren, welkom bij deze herdenking van de gevallenen van de Tweede Wereldoorlog en alle conflicten daarna. Namens het gemeentebestuur en namens de Stichting Dodenherdenking heet ik u van alle harte welkom. Bijzonder welkom aan de burgemeester van Stad Bergen, de heer Prokop en zijn Ekatin. We beginnen deze plechtigheid met 2 minuten stilte. Dank u wel. De openingsmuziek komt van de fanfare Stijn. Ze spelen van Johann Sebastian Bach. Ach wie vluchtig, ach wie nichtig. We gaan nu verder met het gedicht van Shanna Pepels, door haar voorgedragen en geschreven. Stilte. We herdenken in stilte. De angst, de pijn en het geschreeuw. Zou 1 minuut zoveel verschil maken? Stilte voor mensen die toen geen stilte hadden. Oorlog is niet makkelijk om over te praten, misschien daarom deze stilte. Een ruimte met niks, maar toch met veel betekenis. Het spel gaat echter verder, is het einde al in zicht. Na dit mooie gedicht, toespraak van burgemeester van Stijn, mevrouw Leurs. Vanavond gedenken wij de slachtoffers van het oorlogsgeweld van de Tweede Wereldoorlog en slachtoffers van de oorlogssituaties en vredesoperaties na de Tweede Wereldoorlog. Morgen zal het vrede zijn, zingt Marco Borsato. Een prachtig lied dat me erg aansprak toen ik laatst in de auto zat. Tegelijkertijd vroeg ik me af hoeveel levens deze zin dagelijks beheerst. Voor hoeveel mensen dit letterlijk opgaat. Hoeveel mensen er zijn die van harte hopen dat morgen beter wordt dan vandaag. We kijken naar het nieuws en actualiteitenprogramma's op televisie en zien de parallellen met het verleden. Dreiging en terreur hebben enkel een ander jasje gekregen. Elders in de wereld wordt nog dagelijks gestreden voor vrijheid.
We zijn bevoordeeld te leven in vrede, veiligheid en vrijheid. Levensomstandigheden waar we aan gewend zijn, maar die we nooit als vanzelfsprekend mogen beschouwen. Laten we ons dat realiseren. Wie de ogen sluit voor het verleden, is blind voor de toekomst. Daarom herdenken we dit jaar voor de 70ste keer de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en zoals ik net zei, hen die in situaties en vredesoperaties na de Tweede Wereldoorlog aan diverse missies hebben deelgenomen. Herdenken doen we samen. 1 keer per jaar. Maar wat doen we met dit gedachtegoed als we hier straks weggaan en naar huis lopen? Wat doen we ermee in het dagelijks leven? Wat doen we voor vrijheid? Dit jaar, het jaar dat we voor de 70ste keer herdenken, is door een aantal leden van de stichting Ultraloop Stijn aangegeven om er samen met een comité, in ieder geval 4 mei en de gemeente Stijn, op een speciale manier aandacht voor te vragen voor vrede en vrijheid. Gisteren is een groep atleten in Bergen-Belsen gestart aan de 420 kilometer lange non-stop estafetteloop naar het Kaplaan Berks monument hier in Meers. Kaplaan Berks, een verzetsheld die zijn leven liet in Bergen-Belsen. Deze estafetteloop staat symbool voor het doorgeven van herinneringen aan volgende generaties, doorzettingsvermogen en samenwerking. Een uitermate knappe prestatie is geleverd door de lopers. En ik spreek dan ook mijn grote dank en bewondering uit voor de atleten en iedereen die aan deze organisatie zijn of haar steentje heeft bijgedragen. Dit soort evenementen brengt mensen samen. Het verbroedert. Van belang is dat wij onze jeugd en jongeren hierbij betrekken. Laten we er samen voor zorgen dat onze kinderen en kleinkinderen in vrijheid kunnen opgroeien en zonder angst kunnen leven. Dat zij ook de vrijheid ervaren om een mening te uiten. Laten we daarom ieder jaar weer op 4 mei bij elkaar komen en herdenken. We hadden net 2 minuten stilte. En dat is in heel Nederland om 8 uur gebeurd. En die stilte staat symbolisch voor alle doods- en angstkreten van de mensen in de Tweede Wereldoorlog. En met deze stilte gaven wij de oorlogsslachtoffers een stem. Dank u wel. De fanfare speelt nu Great is Thy Faithfulness. Thank you.
Dan komen we nu aan de bloemlegging. Mag ik als eerste naar voren vragen het gemeentebestuur van Stijn, college van BNW en de heer burgemeester van Zandbergen, heer Prokop. Namens de Stichting Dodengedenking Stijn, de heer Strijkers. Het Oranje Comité Stijn. Comité Dodenherdenking Berg aan de Maas. Scholengemeenschap Groenewald namens de directie de heer Jansen en mevrouw Jansen en Shanna Pepels namens leerlingen. Namens de veiligheidsdiensten, de heer Adema en de heer Esser. Familie Gelissen. Familie Kostjens. Familie Vissers. Familie Gerards. Schutterij Sint-Jozef. Namens de cultuur van de fanfares in Martinus, de heren Steijnen en Kremers. De heer Piet Breuls namens de familie Breuls. De heer Cox. Namens de jeugd en de jongeren, Scouting Stijn. Hier vooraan staan bloemen
Ieder die een bloem wil leggen, kan daar nu voor komen. Dank u wel. De fanfare speelt nu de Picardie-hymne. Dan nu het gedicht Oorlog, geschreven door Desdy Oaikenan, voorgedragen door de heer Harry Strijkers, en aansluitend wordt het dode appel gehouden. Oorlog. Oorlog is als een storm. Maar deze storm brengt geen regen, donder of bliksem. Deze storm brengt honger, ziekte en verdriet. Deze storm raakt alleen onschuldige mensen. Deze storm reikt zo ver over de wereld. Deze storm brengt verdriet voor zoveel. Maar het ergste is, deze storm heeft geen reden. Dode appel. J.M. Groeneveld. J.M. Mures. H. Penders. J.W. Schepers. H.J. Vissers. J.J. Buskens. J.T. Dolzenberg. H.E. Gelissen. J.M. Reuvers. P.J.M. Urlings. P.J. Gerards. C.J. Van S. H.L. Kostjens. J.F.H. Van S. P.J.H. Bruls. J.H. Worms. A.H.A. Leers. J.M. Tolen. P.J. Vazen. W.L. Martens. A.C.M. Bogers. H.G.H. Bremmers. J.J.M. Domen. A.C. Evertsen. J.W. Rademakers. J. Ramakers. L.H. Roeschop. P.J. Scheffers. J.P.H. Franken. H. Smeets. M.G. Alberichs. E. Van Haren Wolf. A. Wolf.
J. Wolf. B. Klaassen. R. Schreur. W. Wiermans. F. H. Thomas. J. H. Pepels. B. J. Bergevoet. M. Cox. J. Verleng. A. L. Teuns. B. Van Boksel. N. Kapelaan J. W. Berks. Dames en heren, jongens en meisjes, we zijn aan het einde gekomen van deze herdenkingsbijeenkomst. Mede namens het gemeentebestuur dank ik u allen voor uw komst. Zo grote getale. We danken u en we wensen u wel thuis.